30 Minutes podcast nummer 1616 met een bulletin voor vandaag 8 mei 2019. Dit is het bulletin van woensdag en er is volgens mij tijdens het voorbereiden en het maken van de 30 Minutes nog nooit zoveel fout gegaan als vandaag. Jongen, jongen, het begon met computerproblemen. Het is echt het ene na het andere. En vervolgens verspreek ik me. Dat is dan wel het gevolg van alle stress, maar toch. Ik heb vandaag besloten dat deze podcast gewoon Daily Minutes Podcast gaat heten. Dat is dus gewoon de nieuwe naam. Daily Minutes Podcast. DM Podcast staat daar natuurlijk ook al voor. Hè? En ik heb toch maar besloten om de naam Daily Minutes te behouden. Podcast website, dat is dmpodcast.net. Dus Daily Minutes dmpodcast.net. De titelmuziek weet ik nog niet. Het zou nog kunnen dat daar wat anders voor komt, maar daar ben ik nog niet uit. Ik heb vandaag helemaal aan het eind van de uitzending 3 foto's in Hi-Res. 2 ervan zijn gemaakt in een winkelstraat in de plaats Istanbul vandaag, 8 mei. De eerste foto is een uitvergroting van een detail van de tweede foto. De derde foto is ook gemaakt in een winkelstraat in dezelfde plaats in Turkije afgelopen zondag. Ja, verder hebben we weer een deel uit de serie. Dan moet ik even denken, want ik heb dit niet opgeschreven. De serie over de historie van onze hobby en eentje uit de serie over zelfbouw. Komen we nu toe aan deel 5 van de historie over de zendamateur hobby. Dat is een eigen serie op basis van onder andere Wikipedia, maar ik betrek daar ook een aantal andere bronnen bij. Een hoop eigen kennis met boeken die ik heb en ik google er ook nog wel wat bij langs. Ja, vrijdag was er iemand die vroeg of SSB niet een Collins patent was. Ik heb dat even opgezocht. Het eerste patent in de VS voor SSB-modulatie is toegekend op 1 december 1915 aan ene John Renshaw Carson. Carson, die eerder docent was bij MIT en Princeton, werkte op dat moment voor AT&T. In 1922 publiceerde Carson ook de wiskundige onderbouwing voor FM, inclusief de zogenaamde Carson Bandwidth Rule, de Carson bandbreedteregel, waarmee de bandbreedte van een FM-signaal in telecommunicatiesystemen kan worden berekend. De Amerikaanse marine experimenteerde voor het begin van de Eerste Wereldoorlog met SSB. De eerste keer dat de modulatie commercieel gebruikt werd, was bij een telefoonverbinding op de Lange Golf op 7 januari 1927. SSB werd daarnaast gebruikt in lange afstandstelefoonlijnen via draden dus als onderdeel van een techniek voor frequency division multiplexing al in de jaren 30. Amateurs begonnen na de Tweede Wereldoorlog serieus met SSB te experimenteren. Dat wekte de interesse van de Strategic Air Command in de VS die in 1957 SSB voor de communicatie van hun vliegtuigen tot standaard maakte. Die laatste beslissing is waarschijnlijk weer de aanleiding dat SSB nu voor de meeste korte golfverbindingen amateur of professioneel gebruikt wordt. We gaan nu naar waar we gebleven waren, de historie tussen de beide wereldoorlogen. De amateurs zijn internationaal altijd heel goed georganiseerd geweest. Om die reden kregen de amateurs ook voor elkaar dat er internationaal erkenning was. Een belangrijke mijlpaal in deze was de oprichting van de IARU in 1925. IARU is een internationale organisatie van amateurverenigingen. Per land is 1 amateurvereniging lid. Sinds de conferentie in 1927, waar ook de eerste amateurbanden en de amateurroepnamen werden vastgesteld, doen de amateurs ook mee aan internationale radioconferenties en geldt de amateurdienst als een gelijkwaardige radiodienst, gelijkwaardig aan andere ethergebruikers. De eerste keer dat amateurs in een wet genoemd werden, dat was in 1904 in Engeland. Ik heb nog niet precies kunnen vinden hoe dat in Nederland ging. In Nederland werd in 1905 de Telegraaf- en Telefoonwet van kracht, die in Nederland alle verkeer via de radio en ook een deel van het verkeer via kabels aan banden legde. Vanaf dat moment was in Nederland voor iedere zender een vergunning nodig. Ook luisteramateurs vielen onder de vergunningplicht. In 1913 was het de bekende radiopionier Jan Korver bekend van het Radioamateurmuseum, die aan minister Lely demonstreerde hoe eenvoudig het was om de radiosignalen uit de lucht te plukken. Dat leidde er vervolgens toe dat in het voorjaar van 1914 werd besloten dat de vergunning voor luisteramateurs vanaf dat moment in Nederland gratis zou zijn. Alleen als een luisterantenne minder dan 1500 meter vanaf een Rijkskuststation geplaatst was of als hij hoger was dan 30 meter was een vergunning nodig. De vrijstelling duurde echter niet heel lang. In 1917 kwam er weer een algeheel verbod vanwege de Eerste Wereldoorlog. Dit is deel 9 van de serie over zelfbouw. Vandaag hebben we het over ontkoppelen. Ontkoppelen is heel belangrijk om problemen met je schakeling te voorkomen. We beginnen bij de voedingsspanning. Bij de voedingsspanning kun je als volgt in de problemen komen. Als een audioversterker een sterke piek moet versterken in het geluid, dan is daarvoor kortstondig vrij veel stroom nodig. De aansluitdraden of een printspoor hebben zelf natuurlijk ook een bepaalde weerstand.
Mooi zou het zijn als we in een ideale wereld zouden leven, maar dat is dus niet zo. De aanvoer van de voedingsspanning die is dus niet 0 ohm. Als er heel evenveel stroom getrokken wordt, dan zorgt die weerstand in serie van de stroomtoevoerlijnen voor het enigszins in elkaar storten van de voedingsspanning ter plekke. Dat is op zich niet zo erg, maar stel je situatie voor met puur voor dit voorbeeld twee audioversterkers achter elkaar. Bijvoorbeeld een microfoonversterker bestaande uit twee trappen. Om praktische redenen gaat de stroomtoevoer als eerste naar de laatste van die twee trappen. Bijvoorbeeld omdat de voeding daar dichterbij zit. Dit verergert het probleem nog, maar dat werkt in de praktijk vaak wel zo. De weerstand in de aanvoerlijn zorgt er dus voor dat die laatste trap, als die heel eventjes veel stroom nodig heeft, de voedingsspanning op die laatste trap heel kort in elkaar doet storten. De voedingsspanning gaat van die trap vervolgens naar de transistor die ervoor staat. De korte dip in de stroom zorgt ervoor dat die eerste trap, die ook nog eens gevoeliger is voor het signaal dat wordt versterkt, als het ware gemoduleerd wordt met het signaal van de trap die erachter staat. Dit laatste kan leiden tot allerlei ongewenste effecten. Het kan bijvoorbeeld de versterking van de beide trappen verkleinen. Als het audio van de sterkere trap die op de voedingsspanning is gemoduleerd in tegenfase op het audio van de eerste trap uitwerkt. De uitwerking van dit audio via de voedingslijn kan echter ook in fase zijn. Mooi zou je zeggen, een meekoppeling geeft extra versterking, niks mis mee. Ja, daar moet ik het voorbeeld van de rondzingende versterker weer even in herinnering roepen. Zo'n meekoppeling, als het genoeg is, kan ervoor zorgen dat de twee trappen gaan oscilleren. In dat geval moet je achteraf het ontwerp van je versterker nog gaan wijzigen. Dat is vaak labwerk, je kunt het dus beter in één keer goed doen. Ja, ik beschrijf je voor de eenvoud hier dus een schakeling met twee transistoren. De meeste apparaten bevatten echter veel meer dan twee versterkende onderdelen, waardoor het probleem niet noodzakelijkerwijs meer voorkomt, maar bij zo'n schakeling die veel ingewikkelder is, is het wel een enorm stuk lastiger om in dat geval de oorzaak op te sporen. Het probleem is heel eenvoudig op te lossen. Als je liefst op enkele plekken een kleine alcove van bijvoorbeeld 4,7 of 10 microfarad tussen de voedingsspanning in de aarde, of zeg maar de voedingsspanning in de minpool van de schakeling zet, dan werken die alcoves als een reservoir. Als nu één trap veel stroom wil trekken, dan gaat niet de voedingsspanning meer even naar beneden. Op die momenten wordt de schakeling tijdelijk gevoed uit de alcove in plaats van uit de voedingslijn. De voedingsspanning aan het einde van die aanvoerdraad wil namelijk naar beneden, maar zodra die spanning lager dreigt te worden dan de elko, gaat er een stroom uit de elko lopen om het verschil in potentiaal op te heffen. In extreme gevallen kan het trouwens nodig zijn om iedere trap in een schakeling van een eigen ontkoppelcondensator te voorzien, en in nog extremere gevallen voed je dan vanaf de voedingslijn iedere trap ook nog via een kleine serieweerstand van bijvoorbeeld 22 of 100 ohm of iets daartussenin. Hiermee wordt het voor de individuele schakelingen moeilijker om de voeding naar beneden te trekken. In het voorbeeld van hiervoor hadden we het over audio. Bij hoogfrequentschakelingen bestaat het probleem op precies dezelfde manier. Hier worden geen alcoves gebruikt, maar bijvoorbeeld keramische condensatoren in de range van 1 tot 10 nanofarad. Vanwege de looptijden die er bij HF op de voedingsdraden of printsporen kunnen bestaan, wordt bij hoogfrequentschakelingen, zeker als de frequentie hoger wordt, meestal iedere trap standaard van een eigen ontkoppelcondensator voorzien. Ook hier kan er een weerstandje per trap worden gebruikt om de ontkoppeling per trap effectiever te maken. Een smoorspoeltje voldoet ook, maar een smoorspoel is vaak wat lastiger te krijgen en de bak met weerstanden is bij veel amateurs vaak wel goed gevuld. De volgende is een iets wat ingewikkelde conclusie, maar waar de ontkoppelcondensatoren in feite voor zorgen, is dat de voedingsspanning en de aarde voor alle wisselstromen zoveel mogelijk gelijk zijn. Voor gelijkspanning blijft tegelijk de voedingsspanning intact, anders zou de bol natuurlijk niet meer werken. In het volgende deel gaan we verder over de noodzaak van de ontkoppeling van je schakelingen. Dan gaan we het hebben over de ontkoppeling van hoogfrequent. Daar stikt het natuurlijk van in de amateurcheck. Ja, ik zeg het nog maar een keer. Vragen en eventuele aanvullingen zijn zeer welkom. En meld het zeker als je een fout of onduidelijkheid aantreft. Ik schrijf deze afleveringen altijd op de dag van de uitzendingen pas. Vaak maar 1 tot 1,5 uur voordat ik het uitzend. Ik kan de dingen op het laatste moment dus nog toevoegen of veranderen. Hoewel ik als het kan een suggestie direct zal gebruiken, ik kan echter niet iedere suggestie direct gebruiken. Deze serie is van tevoren nogal grondig uitgedacht. Ik concentreer me zoveel mogelijk op de hoofdzaken en ik probeer vooral dingen te behandelen die je direct bij het sleutelen aan een schakeling zult gebruiken. Voor het zelf oplossen van problemen als je schakeling het onverhoopt niet doet, heb je het nodige inzicht nodig in waarom bepaalde onderdelen nodig zijn en waarom een schakeling op een bepaalde manier is opgezet. Die dingen zijn de belangrijke koerspalen van deze serie over zelfbouw. Ik gebruik daarbij zoveel mogelijk de filosofie die ik in mijn loopbaan als ontwerper van elektronica zelf ook altijd gebruikt heb. Concentreer je alleen op de zaken die op dat moment op je bureau liggen, anders wordt het te veel in één keer. Ga als je een audioschakeling wilt bedenken niet naar hoogfrequent transistoren kijken,
Maar vernauw aan de andere kant je blik ook niet. Het is wel handig als je die hoogfrequente transistoren ook kent. Ik noem maar wat, wie weet heb je door het gebruik van een hoogfrequent transistor in je microfoonversterker bijvoorbeeld misschien ook wel minder ruis. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Abonneer je nu op de podcast van de Daily Minutes. De website van de podcast is dmpodcast.net. DM is kort voor Daily Minutes, dus dmpodcast.net. Bij de feed van de podcast komen er nog een breukstreep en vier letters bij. Breukstreep F-E-E-D. dmpodcast.net, / F-E-E-D. Subscribe now for this podcast, dmpodcast.net/feed. dmpodcast.net/feed. DM is Delta Mike.